deze beschouwing die gaat over de wereld en over al die oorlogen en over karma en over de wet van oorzaak en gevolg en de bedoeling is dat het een beetje hoopvol overkomt. Is dat eigenlijk wel mogelijk, Perry? Een hoopvolle toespraak in deze soepzooi? Nou, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk het wel. Nou, ja, waarom niet? Je hebt alle reden als nadenkend, zuiverdenkend mens. Om heel gerust te zijn en niet bang en je nergens zorgen over te maken, en stomweg getuige te zijn van dat wat zich aan het voltrekken is. En de vraag is: wat is zich aan het voltrekken? Waar kijken we naar als we naar de wereld kijken? Hè? Wat zie jij als je naar de wereld kijkt? Je kan kijken naar al die oorlogen. Ja. En dan zie je een enorme bak heisa en ellende. En die oorlogen die gaan voorlopig. Niet ophouden, denk ik. Ik denk wel dat ze over een tijdje gaan stoppen en dat er dan een periode aanbreekt van vrede. Dat is een gokje. Maar ook weer niet zo'n gokje. Want dat staat in het boek Openbaring. Dat is de eerste ruiter van de apocalyps. Dat is een, een wit paard. En dat is het begin tijdperk van het tijdperk van de vrede. Als ik het me allemaal goed heb herinnerd. Ik ben bezig met uh, mij te verdiepen in het boek Openbaring. en ook in het boek Daniel, hoofdstuk 9. Die twee delen van de Bijbel hebben met elkaar te maken. En dan hoop ik daar een samenhangend verhaal over te kunnen vertellen. Maar ik kan je vertellen dat dat uh, ja, dat wat er ook gaat gebeuren, het komt goed. Het kan alleen langer duren dan dat wij denken en dan gaan wij uh, heen, well, gaat ons lichaam dood voordat het goed gekomen is en dan denken wij jeetje komt het wel goed. Ja, wij leven maar zo kort. Hè? Ja, oh, maar die puinhoop die is al wel uh, dik 2000 jaar bezig. Ja, nou, en? Wat is daar dan weer een probleem mee? Hey, voor God is uh, 500 jaar is één dag. Of zoiets. En vice versa. Voor God staat alles stil. Dus. Het, het zijn wij die uh, zomaar zo druk maken en uh, komt het wel goed? Komt het wel goed? Ja, het komt goed. Het leed, dat is uh, heftig. Het is verschrikkelijk. Het schat. Uh... Ja, er zit onder de mensen een enorme hoeveelheid slechtheid. En het probleem is dat wij die slechtheid. Dulden. Dat is. Uh, dat is het ding. Wij nemen. Het morele gedrag. Niet serieus. Ja, er zijn mensen en die laten zich minachtend uit over gelovige mensen. In die zin dat ze dan zeggen, ja, nou, die gelovige mensen die zitten allemaal heel vroom te doen in de kerk. Maar uh, als ze de kerk uitkomen, nou, dan uh, merk je er helemaal niks meer van, van dat vrome gedrag. Nou, kunnen die mensen daar op sommige gevallen, op sommige terreinen, in sommige gevallen, daar wel gelijk in hebben, het is ook heel makkelijk gezegd, hè? Hey, moraliteit is ver te zoeken. Ik ken de voorvallen, man. Oh, 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 oh. Ik was laatst bij iemand op bezoek. Uh, ja, dat is ook een man, wat ouder. En, uh, nou, het is zeker zo samen te kletsen. En dan drinken we koffie, en dan drinken we nog een koffie, en dan drinken we nog een koffie. En, en bij hem rook ik dan wel. Dat is mijn enige uitzondering. Want dat vind ik wel gezellig. En roken, ik vind, ja, vind het nog steeds lekker. Ik doe het niet meer thuis. Ik doe, ik doe het niet meer, maar... Bij hem dan wel. Hè? Ja, moet ik zelf weten, dacht ik. Ja, maar dan rook je al zo op. Nee, man. Ik heb hem al twee pakjes gegeven. voor het geval dat ik dan van hem iedere keer een checkje bied. En dan zitten we lekker te kletsen. En dan komt er een vrouw binnen. En die zegt zo: Ja. En mijn dochter. De dochter was net be bevallen van een kind. En. Dat kind was een beetje aan de vroege kant gekomen. En die dochter had een paar dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Maar de dokter had gezegd dat ze die middag eruit mocht. En dan moest mijn vriend maar even op stel en sprong uh, opstaan. En uh, de autosleutels gaan pakken en zijn jas aan doen. En gelijk toet-toet uh, met de auto. Ze vroeg niet eens: van uh, schikt het? Of. Deze nee, zei wel van, uh, ja of jij doet het of ik haal een taxi. Of ik ben een taxi wel hoor. En die mensen hebben helemaal niet veel geld. Dus, uh, en dat staat ook raar, want uh, ja, haar dochter wist ook dat hij zou kunnen rijden. En, uh, en dan gaat er weer gezegd worden van, oh uh, hij had weer eens geen tijd. Maar dan moet hij maar eventjes in een paar minuten achter elkaar. Terwijl ik denk, op dat moment denk ik: van ja, je kan wel zeggen of ik bel een taxi. Maar een taxibedrijf zal ook tegen je zeggen: Nou, mevrouw, we hebben het opgeschreven. En dan, ja, over een uurtje of zo zal hij er wel zijn hoor, meneer de taxichauffeur. Of een half uur. Ja, een taxi is er ook niet gelijk. En die vrouw helemaal op de achterste benen. Ja, want haar dochter, he, l -l -l, uit het ziekenhuis, helemaal niet. He, oh, 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 oh. En diezelfde vrouw die had dan ook een kerstdiner georganiseerd en daar was die, die vriend van mij ook uitgenodigd. En dan sprak ik hem voor een paar dagen terug, toen zei hij: Oh, wat is een ramp, man. Ik was nog geen kwartier binnen, of dan had ze al ruzie gemaakt met een van haar kinderen volwassen zoon. er was die volwassen zoon was met een kwaaie kop weggelopen, van nou, hier heb ik geen zin in. Ja, zei mijn vriend. Dan zat ik daar als enige man. Nou, toen ben ik uh, een half uurtje later uh, ben ik ook maar weggegaan. Ja, dat heet dan kerstmis vieren. Nou, als je het hebt over oorlog... En dan kan je het hebben over de Koude Oorlog en de Oorlog in Vietnam en de Tweede Wereldoorlog. En... Maar dit soort dingen, dit is ook terroristisch gedrag. Dat doe je toch niet? Een, een kerstdingersmaal, dis organiseren en dan ga je ruzie maken. Want dat was die vrouw die ruzie maakte. Dus dat vertelde mijn vriend, die had helemaal geen aandeel in die ruzie. Maar die zei van nou, zij zat echt te zeiken. En dat pikte hij zo niet. En, en terecht. vond mijn vriend. Van, ja, dat hoef jij je niet te laten zeggen. Ook al is het je eigen moeder die het zegt. dan nog hoef jij je dat niet te laten zeggen. Zijn moeder zat hem uit te maken. voor een of ander lui apparaat. Nou, die jongen is helemaal niet lui. Ja, ja. En dan kijk je naar al die andere oorlogen. Die buiten, die grote oorlogen. Waar gaat het over? Oh, daar was ook zo'n minister. Die heeft een nieuw plan. Van, uh, hij gaat uh, ervoor zorgen dat als er een uh, atoomexplosie komt in Nederland... dat er dan voldoende jodiumpillen zijn voor iedereen. Dat denk ik me raken. Wat gaan we nou weer verzinnen? Straks gaat zo'n vent dan ook nog zeggen van ik stel verplicht dat in iedere auto daar moet een doos met pleisters liggen en er wordt dan voortaan ook gecontroleerd door de politie van uh, mag ik even in het handschoenenkastje kijken of daar wel pleisters liggen ja want als een auto weer in het ravijn rijdt dat er dan wel uh, heel vaak hoor, een auto weer in het ravijn... en dan hebben mensen bijvoorbeeld iets aan hun hoofd of zo en dan moet je wel een pleister hebben snap je nou dan ga ik wel verplicht stellen hoor want ik ben minister uh, ja ik uh, waar woont mijn reet ook alweer ja een beetje rare achternaam zo klinkt het maar, uh, maar zo ik dus. Want dan vergeet ik namelijk altijd waar mijn reet woont. Dat is toch van het gekke. Jodiumpillen voor de, voor de kernoorlog. Alsof we het niet wel ergens aan ons kop hebben op het moment dat hier een bom ontploft, dan dat je je moet afvragen: van, hou, waar is mijn jodiumpil toch? Ga door weg. Kijk, ik snap dat je niet kan verwachten dat de mensen in de regering gemiddeld slimmer zijn dan de rest. Maar is het nou echt nodig dat ze zo ontzettend dom zijn? Ja. Kijk, ik moet je uitleggen... Als er een kernbom ontploft, dan heb je het dus last van die uh, röntgenstraling, zullen we zeggen. Dat is precies dezelfde straling die ze gebruiken in het ziekenhuis als ze een foto maken van jou op de afdeling radiologie of bij de tandarts. Het is jou ook denk ik wel opgevallen dat als er een foto gemaakt wordt van je gebit, dan gaat die, die tandarts die gaat fijn achter een muurtje staan terwijl die op de knop drukt. Ja, die man die weet hoe gevaarlijk het is. En als er dan een bom ontploft, dan krijg je een ongelooflijke hoeveelheid straling door je lichaam heen. Ja, dat heeft kwalijke gevolgen. En dan slik je een pilletje met jodium en dan gaat alles goed. Nee, dat is helemaal niet waar. Het heeft iets te maken met uh, jodium in je... weet je dat ding? In je strottenhoofd, daar zit zo'n klier. Weet je dat ding nou ook weer? Nou, dan schiet me wel te binnen, denk ik. Of als het, het niet nodig is, schiet het me niet te binnen. Ah, oh, dat is een klier. Die zit dan bij je keel. En dat heet dan krop. Als die gaat... Uh, als die gaat ontsteken of zo... Dan krijg je wildgroei erin. En dat heet krop. Een duif heeft dat ook, hè. Zo die, die, maar als een duif, bij een duif is het normaal. Dan gaat die... Ro -ro -ro -ro, dan heb je zo'n hele dikke ding rondom je keel. Krop, het is ziekte. Nou, dan schijnt dan uh, extra jodium dat je dan geen radioactief jodium in je, hoe heet die, klier? Is dat een timus? Zoiets. Dat heeft zo'n man dan weer gehoord en dan gaat hij dappen lopen roepen. En dan denkt de Tweede Kamer: jee, yeah, we doen het goed voor het volk. Ja, yeah, ho. Oh. Nee, als je dan naar kijkt naar die idioterie van de regering. De, de VVD die heeft een plan gelanceerd. En daar hoor je ze nou niet meer over. Maar als je dat plan even. Dat heb ik gedaan. Ik heb het plan eens even doorgerekend. Van wat wilden die eh, jongens en meisjes van de VVD nou. nou? Het komt erop neer dat ze de helft van Nederland willen gaan bedekken met zonnecellen. Ja, dat kan niet. Dan hou je geen Nederland meer over om in de zon te liggen. En dan krijg je problemen met de hoeveelheid zonlicht bij Nederlanden. Dat leidt weer tot osteoporose. Oftewel, Engelse ziekte. Ja. Ik kan toch, niet, ik kan toch een kleuter zelf verzinnen dat je Nederland. Uh, het dichtst bevolkte land van Europa, dat kan je niet laten draaien op zonne-energie. Oh man, wat is het IQ van een VVD'er? Tien of zo? Dat is toch erg, dat moest verboden worden. De parlementariërs die nemen je van tevoren eerst een rekentoets af. Dan mogen ze er anders echt niet in. Ah, die VVD die doet er niet zo moeilijk over. Kijk, het is een, een van de best bewaarde geheimen... dat ze destijds bij... Uh, het is, dat ze, ze hebben dus actief mensen uit Marokko hier naartoe gehaald. Dat is punt één. Dus er is in Marokko uh, met opzet een reclame gemaakt... van kom naar Nederland, blablabla... dat is allemaal hartstikke leuk en zo... In de jaren 70, begin jaren 80. En toen is er ook op toegezien dat die Marokkanen, dat die eventjes, voordat ze dan op de boten of op het vliegtuig gingen naar Nederland, dat ze een IQ-test moesten doen. Oh, nee, niet een IQ-test, kon je lezen en kon je rekenen. Of lezen en schrijven. Ja, maar ben je alfabeet of ben je analfabeet? Nou, en iedereen die analfabeet was, die mocht in één keer door. Ja, dat hoor je goed. Ze wilden dus de domste Marokkanen. Ja, dat is, dat is waar. Dat, dat heb ik dus gelezen van opiniestukken en zo, van mensen die erachter waren gekomen. En ik heb de getuigenis van een Marokkaan, die heel verbaasd was. Want hij dacht, omdat hij de toets zo goed had gedaan, dat hij wel in één keer door zou mogen. En dat was niet het geval. Iedereen die niet geslaagd was voor de schrijf- en leestoets. die mocht in Enke door. Dan nou, zei die Fox zo raar. En ik zei tegen die Marokkaan. ja, dat wist ik al. Dat had ik al gehoord. Anyway, ze hebben dus de allerdomste Marokkanen hier naartoe laten komen. Maar waarom gaan dan ook allerdomste mensen voor de VVD in de Tweede Kamer zitten? We hebben het al erg genoeg met die domste Marokkanen. Volgens Geert Wilders dan. hè? Maar is Geert Wilders wel verstandig? Geert Wilders die heeft gezegd van dat hij heeft gehoord ergens... dat koolstofdioxide, dat er ook goede kanten aan zitten... en dat het niet alleen maar slecht is. Ik ga er ook gelijk te plekken van huilen. En Geert Wilders zei dan ook van... en wij willen als Nederland, dat zei die recente... we willen als Nederland, we willen onze eigen gulden weer terug... Ik denk, nou, dat willen wij helemaal niet per se. Uh, wat wij niet meer willen, wij willen niet meer betalen aan de EU. Dat willen we niet meer. En wij willen ook uh, dat de EU die, die mag van alles uh, gaan afspreken binnen Europa. Maar wij luisteren er niet meer naar. We, we geven de EU geen jurisdictie. We trekken de juridictie van de Europese Unie als mede de juridictie van het Vaticaan. En als mede de juridictie, nou zo moet je het eigenlijk zeggen, we trekken de juridictie van het Vaticaan en alle organisaties die werken voor het Vaticaan. Zoals de EU en de Verenigde Naties. Die organisaties hebben geen zeggenschap meer hier. Ze mogen wel zeggen dat ze vinden dat, uh, dat wij geen windmolens mogen bouwen voor onze kust. Hè? Dat, is weer, dat is de EU tegenwoordig. Nee, Nederland mag geen windmolens voor de kust zetten. Want uh, dan, uh, dan uh, daar heb je de Hoge Veluwe, namelijk. Daar krijg je dan. Uh, dat, uh, ja, ik weet niet meer precies hoe het zit hoor. Maar dat gaat dan niet goed op de Hoge Veluwe. Serieus, hè? dat zeggen ze. En zo'n Arjan Lubach. Die, die zou je toch ook een schop onder zijn. willen geven. Die gaat dan lekker zitten lachen. <laughs> die Nederlanders die mogen geen windmolens. <laughs> ja, die lachen helemaal kapot, man. Je ja, moet toch gewoon zeggen: dat is een regel van Europa. Ja, dat is best. Wij luisteren alleen nog maar naar onze eigen regering. En onze eigen regering, die bestaat uit jongens en meisjes. die hebben wij zelf gekozen. En die hebben van ons de juridictie over Nederland. En iemand van de EU, ja, die gaat maar de baas lopen spelen in. Uh... Ja, in ieder geval niet in Nederland. En Nederland uit de EU, ja, dat vind ik helemaal niet belangrijk. Een EU-regel telt niet voor Nederland. Punt. EU mag een regel verzinnen en dan kijken wij naar die regel en als wij dan vinden, ja, dan vinden wij een hele goede regel, dan nemen wij die regel over. Dat is het. En betalen we daarvoor? Nee, waar, waarom zouden we daarvoor betalen? Dus we hebben genoeg betaald aan die EU. En uh, er was ooit afgesproken met de EU dat de EU geen president zou krijgen. En daar hebben wij een handtekening onder gezet. En de EU heeft dat deel van de overeenkomst verbroken. Nou, dat is voor ons alle reden om te zeggen dat we niet meer betalen. Wat is dat nou? En achteraf bezien hadden we ook toen moeten afspreken dat een ambtenaar van de EU. dat hij niet ons een bedrag gaat kosten van 400.000 euro per jaar. Omdat we dat een beetje veel geld vinden namelijk. He, een gemeenteambtenaar hier in Arnhem. die kost de populatie van Arnhem. wat zal die kosten per jaar? 50.000, 60.000 euro. Neem ik aan. Nou, dat mag een EU-ambtenaar ook kosten. Maar ze zitten nu een, bijna een factor 10 hoger. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Dus uh, wij betalen gewoon een heel stuk minder. Helemaal niet meer, zou ik zeggen. We zouden voorlopig betalen wel helemaal niks meer aan de EU. Het gedoe in Engeland, hè, met zo'n Brexit. Ja, dat slaat toch ook helemaal nergens op. Engeland stopt gewoon met betalen aan de EU en dan is het toch over. Wat wil de EU dan doen? Die, die Britten een standje geven en zeggen: foei. En dan zeggen die Britten: oh. Did I hear something? Someone said: foei. <laughs> dan zal die Britten toch aan de hè, een blauwe maan wezen. Hè? En ons toch ook? Wie wil de EU dan op ons afsturen? De Amerikanen? De Russen? Nog meer vluchtelingen? Van dat probleem zijn we dan ook gelijk af. Nee, ik zou zeggen dat het niet meer dan reëel is: is dat ieder land. die, uh, die moet dus een, een gelijkelijk percentage vluchtelingen opvangen. Nou, wij zitten aan de 30%. Wat we opgevangen hebben. Nou, nu, nu is Saudi-Arabië aan de beurt met 0%. En China, en Japan, en uh, Noord-Korea, en Zuid-Korea. Ja, daar hoor je toch nooit wat over. Nou, dan laten die vluchtelingen daar maar naartoe gaan. En wij uh, accepteren ze gewoon niet meer. Dan kom je naar Nederland als vluchteling, ja, dan, 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 dan word je gewoon in principe in een soort kamp je gezet. Waar het helemaal niet leuk is, want er is helemaal geen reet te beleven. En ja, de bedoeling is dat je zo snel mogelijk ergens naartoe gaat waar ze je willen hebben. En als ze je nergens willen hebben, ja, wij willen je ook niet hebben. Dan moet je maar terug naar waar je vandaan kwam. Uh, het is jammer, maar uh, Nederland, het is over. Voor 2020 kunnen we weer 100.000 mensen gaan opvangen. Ja, dat is een stad te grote van Arnhem. Nee joh, wij moeten zeggen dat het gewoon niet meer kan, dat het op is. Want de rek is eruit. En die hele mondiale uh, crisis die komt door een, uh, een samenwerkingsverband op hoog niveau. Dat, dat vindt achter de schermen plaats. En een belangrijke partij in dat geheel is het Vaticaan met de Jesuiten. Dat, zijn, dat is het geheel waaronder het allemaal samenkomt. En hoe kan dat nou dat dat zo om zich heen heeft gegrepen? Nou, dat kan omdat wij, nadat wij behoorlijk in opstand kwamen tegen het Vaticaan. En dus het begon in de 13e eeuw, 14e eeuw, 15e eeuw, 16e eeuw. In die tijd. En dan in de 16e eeuw ging het echt behoorlijk los. Toen hebben we ook openlijk oorlog gevoerd tegen het Vaticaan. De Spaanse oorlog, dat heet dan de oorlog tussen Nederland en Spanje. En dat was dan de oorlog tussen Nederland en het Vaticaan. Het Vaticaan had de Spaanse koning bereid gevonden om ons een kopje kleiner te hakken. Maar de Vaticaan zat erachter. Nou, dat was even een leuke opleving. En. Ja, nu is dat voorbij. En nu doen wij alsof het Vaticaan uh, in één goed geworden is. En dat is helemaal niet zo. Het Vaticaan dat gaat helemaal nooit goed worden. Hoe kom je erbij? Het Vaticaan dat is niets anders dan het het heidense geloof achter een façade. Van christendom. Het is heidens. Het is satani satanistisch. Luciferiaans is het. Het is babylonisch. Ze mag het ook noemen. Het is godslasterlijk. En daar komt helemaal niks goed uit. En er waren tijden dat wij dat wisten. Maar die tijden zijn voorbij. En het Vaticaan heeft vrij spel. En dan kan jij zeggen: ja, maar de rooms-katholieke kerken die zijn helemaal leeg. Dus dan is het toch helemaal over. Nee. Want het gaat het Vaticaan namelijk om de macht. Dat kerkelijke gedoe. Dat doen ze erbij. Dat kerkelijke gedoe van het Vaticaan is om ervoor te zorgen dat de ware kerk niet tot, uh, niet tot wasdom komt. Maar dat de ware kerk, want we kunnen dat niet uitroeien, maar dat het dan blijft bij kleine incidentele bewegingen. En vooral dat het niet uitgroeit. Ja, op het moment dat je, dat je mensen zoals ik de jeugd laat uitleggen hoe het zit met het geloof, en wat dat is, en wat dat inhoudt. En dat er een boek is, en dat heet de Bijbel, en daar staan hele treffende dingen in. En ik vertel die kinderen dat ze voor dat besef niets meer nodig hebben dan respect voor de inhoud van de Bijbel. En dat ze niemand op deze wereld uh, als autoriteit mogen bestempelen. En zeer zeker niet uh, je vader gaan noemen. Ja. Dan krijgen wij een hele andere wereld. Dan krijgen wij een anarchie. Wat letterlijk betekent een samenwerking tussen gelijken: gelijken in rang. Bij een, bij een anarchie is degene de baas die op dat moment het meeste inzicht heeft. En bij een hiërarchie heeft degene de baas. die uh, geboren is omdat zijn vader de baas was. Dus hij is nou de baas. En dan heb je een hiërarchie, zoals een monarchie. of een oligarchie. Dat zijn archieën. Een monarchie, betekent monoarchie, één. Een oligarchie, dat is een groepje die de baas is. Dus bij een communisme, dat is een oligarchie. En dan heb je dus een groepje mensen, en dat weet die mensen die ken je dan niet, maar die zijn achter de schermen, zijn ze de baas van het partijbestuur. In Amerika heb je dat ook. De, de, die mensen zoals de, de Clintons en de, de Kennedy's en. Ja, noem ze wat van die, van die familienamen. Ja, die, die keren alsmaar terug, die namen. Achter de schermen is dat allemaal één pot nat. Dat is de oligarchie. En in de Bijbel staat dat je geen argon, want dat is het woord, leider, heerser, tiran. Dat is een argon. Je moet geen argon willen als volk. En daar, daar gaan we naartoe. We krijgen straks een wereld waarin we geen leider meer hebben. Ja, we hebben iemand en die is in naam is die de leider. En dat is, zijn tijdperk zal dan heten de tijd van Joris, of zo. En daarna kwam de tijd van Kees. Maar zo iemand geeft alleen maar een naam aan de tijd. Het is geen heerser. Het is niet iemand met een heel groot zwembad en uh, 35 blondines voor in het weekend en uh, 100 brunettes voor door de week. Nee, dat is gewoon een iemand. En die is dan, noem het maar de voorzitter. Huh? een voorzitter bij een vergadering die, die laat iedereen aan het woord. En een voorzitter heeft zelf ook een mening, en die laat hij niet gelden. Een goede voorzitter laat de mening van de groep komen. Een voorzitter kan wel zeggen van oké, okay, jullie hebben het besloten, dit is jullie besluit, dat is prima. Ik wil er een kanttekening bij maken. En dat is namelijk dat ik weet. Uh, en dan zegt hij iets van wat hij weet. Hij zegt, maar ik ben alleen maar de voorzitter. Dus ik ben niet de baas hier. Hè? En als voorzitter heb je best veel macht. Dat wel. Maar die gebruik je niet om, om af te dwingen. Om te zeggen dat het niet mag of wel moet. Of nee. Het gaat jou erom om iedereen aan het woord te laten. En als die wereld zover is dat we dat aankunnen. dan zijn al die mensen van de vergadering. zitten daar ook niet. zitten dus ook niet voor zichzelf. Die zitten daar namens hun achterban. Het hm. wordt een heel andere wereld. Het wordt een wereld waarin er. Heel zwaar is afgerekend met al het immorele. Misschien is het wel zo dat. dat, is, uh, um... En in de Bijbel is in het verleden is er afgerekend met de immorele mens door God zelf. Hè? Met. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk Noah. Dus, nou, Noah die redde de boel, maar God die heeft toen die, die zondvloed laten komen. Om af te rekenen met het immorele tuig. En bij Sodom en Gomorra ging het met vuur en zwavel. we rage met die handel. Maar het heeft geen sier geholpen. Getuigen onze huidige wereld. En ik kan me goed voorstellen dat, dat er een slachting aankomt. En dat wordt dus niet een natuurramp of zoiets. Nee, dat gaan wij zelf doen. Dat voltrekt zich hier op aarde als een Armageddon. Ja, ik geloof dus dat dat wat in het boek Openbaring staat, zoiets gaat gebeuren. En het wordt zo dat mensen die immoreel zijn, of dat willen zijn, of mensen die het morele niet nou, bij te belangrijk vinden, die mensen zullen helemaal buiten de boot gaan vallen. Ja. Dus zullen, ja. Ze zullen ruzie gaan krijgen, ze zullen honger gaan lijden en dan krijgen ze een ziekte en dan gaan ze dood. En de morele mens blijft over. Er die, die is zo'n brief onderschept, zo, of nee, niet onderschept, die is naar boven gekomen van Mazzini. Ja, dat is een Italiaan, als ik het wel heb. En die schreef die brief van Albert Pike. En Albert Pike is zo'n vrijmetselaar, metselaar gozerd. Uit de vorige, uit, vorige eeuw niet, nee, uit de 19e eeuw. Dus de vorige vorige eeuw. En daarin werd een plan neergelegd voor drie wereldoorlogen. En de Eerste Wereldoorlog lijkt er heel erg veel op die Eerste Wereldoorlog van dat plan. En de Tweede Wereldoorlog lijkt er ook heel erg veel op. En dan moet er een Derde Wereldoorlog komen, en die lijkt heel erg veel op wat we nu hebben met die oorlog tegen de terreur. Maar met andere woorden. Die oorlogen die we nu hebben, die zijn opgewekt. Die zijn gepland. Die zijn gepland door die club. Ik bedoel een arme wereldwijd. Wat ze nu voor het gemak noemen de Eerste Wereldoorlog, dat was niets meer dan een lokaal conflict. In Amerika bijvoorbeeld in die dagen van de Eerste Wereldoorlog. In Amerika was er niks aan de hand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er misschien iets meer aan de hand in Amerika in de zin van berichtgeving in de kranten. Maar op het Amerikaanse grondgebied was het dagelijkse leven heel normaal. Hetzelfde geldt voor gebieden zoals Indonesië en Suriname en Zuid-Amerika en Australië. Tijdens de wereldoorlog, tussen haakjes, was daar geen, geen donder te beleven. In de zin van narigheid dan. Hè? Het leven was daar gewoon leuk, aardig en, en prima. Er was ergens een oorlog gaande. En later zal het genoemd worden de Huppeltje Pub's Wereldoorlog. En die mensen van. Oh, nou ja, er was uh, hier toen uh, niet veel aan de hand. Nee, het was ook helemaal geen Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog was geen Wereldoorlog. Wel beschouwd is de Eerste en Tweede Wereldoorlog. dat was de Tweede Dertigjarige Oorlog. tegen het Duitse protestante volk. Om die, die protestante Duitsers even een lesje te leren. Dat was de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En die eerste twee oorlogen samen met die economische crisis daartussendoor. Samen duurde dat 30 jaar. En dat was de tweede keer dat er 30 jaar lang oorlog werd gevoerd tegen Duitsland. Pak je geschiedenisboek er maar bij. Maar ik denk dat er een wereldwijde arme germ. Nodig is. En wat wij nu hebben hè, met die acceptatie van mensen die uh, moeilijk doen over hun seksuele uitlaatklepgevoelens. En die vinden zich dan heel bijzonder omdat ze een bijzondere seksuele dingen hebben. Hier in Arnhem is er zelfs een voetgangersoversteekplaats aan hun gewijd. Met regenboogkleuren. Dat slaat nergens op. De, het gaat maar om je seksleven. En voor sommige mensen is hun seksleven heel erg belangrijk. En dat is al een teken van geestesziekte. Je hebt ook mensen die zeggen: ja, mijn hele leven draait om een goudvis. Oh, ik moet op tijd naar huis, want mijn goudvis moet eten hebben. En, en dan spoor je niet. Kijk, je leven is bedoeld om ergens voor te dienen. Jij hebt dat uh, mooie lichaam gekregen. En dat rationele inzicht, laten we hopen dat het werkt, om dat in te zetten voor een hoger doel, en niet om de godgansen dag aan je zeen te lopen trekken. Ik kom dan in deze bespreking beschouwing niet aan toe. Ik ben dan vooral bezig met op te sommen wat er allemaal wel niet deugt. Maar wat er vooral niet aan deugt aan die mensen die dus beweren dat er iets is met hun seksleven... en dat ze er heel veel aandacht bij willen... van nou, ik vind dat ik mensen open moeten staan voor, eh, voor mijn seksuele geaardheid. Nou, ik vind dat ik helemaal niet open hoef te staan voor de seksuele geaardheid van wie dan ook. En de reden dat ik dat niet hoef, is omdat het mij namelijk geen bied interesseert. Ik vind het volslagen onbelangrijk. Of iemand wel klaar komt, ja of nee? Het hebben van een orgasme is niet een levensbehoefte, dus het interesseert me niks. Kijk, in Kroatië zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1 miljoen mensen. op de meest gruwelijke manier. om het leven gebracht. Kijk, dat gaat mij nou aan het hart. Dat vind ik heel erg. Maar iemand die. iets heeft met zijn seksleven. en oh, zo blij is dat er nou in Arnhem. een voetgangersoversteek plaats is. met regenboogkleuren, want dan voelt hij zich helemaal thuis. En denk ik, jij ja, bent een vervelende, verwende. Mm, smerma-aap. Een smerma is een uh, samentrekking van smegma en sperma. En gewoon een smerma-aap. Een onwelriekende spuitpiloot. Oftewel een viespuik. Want ik wil helemaal niks te maken hebben met andermans en seksleven. En seksleven, het, het hele woord staat al helemaal nergens op. Wat is het nou weer een seksleven? Seks is voor de voortplanting en het is leuk als het leuk is. En voor de rest moet je je mond overhouden. Ja, ik wil, ik wil het alleen maar doen met mannen. Wat maakt mij er nou uit? Ik kan ook wel zeggen, ik wil het alleen maar doen met brunettes. Dat vind ik net zo belachelijk. Dat is een zielig gedrag. In Amerika of in het Engelse taalgebied hebben ze zo'n zo uitlating. En die, en die heet. Uh, get Alive. Dat zou ik tegen al die mensen willen zeggen. Zien is zo te zeuren? Ja, ik ben, ik heb een, ik ben uh, een, een vrouw in een mannenlichaam. Ja. Ja, natuurlijk, Joachim. Maar echt waar, hoor, want ik voel me een vrouw. Ja, joh, natuurlijk, joh. En mijn dochter is dan ook helemaal pro, hè. Want, ja, daar moet je rekening mee houden. En daar moet je helemaal geen rekening mee houden. Waarom? Die mensen zijn geestelijk niet in orde. Dat is alles. Gewoon achteraansluiten in de rij. Door waar ik overdag, als ik dan moet werken, morgen moet ik weer werken. Maar heel veel mensen daar die zijn geestelijk gehandicapt. Ja. Dus ja, dat komt voor. Mensen die geestelijk niet sporen. Nou, daar hebben we er echt genoeg van genoeg mensen die, die verzorgd moeten worden. En ja, daar denken andere mensen misschien wel van: oh, voor die mensen wordt zo goed gezorgd. Nou, dan ga ik ook heel gek doen. Dan gaan ze ook voor mij zorgen. En ja, hoor, dan wordt er een speciale voetgangersoversteekplaats voor die mensen ontworpen. Ik denk, ga toch weg? En dan was het ook, was het laatst een filmpje op Facebook. En dan ging het over homoseksualiteit ook. En toen zei een oudere man in de camera dat als een van zijn kinderen thuis zou komen met de mededeling dat hij homoseksueel was geworden, dat hij dat had ontdekt, dat hij dat dus wilde, dat zo wilde zijn. Nou, die man, daar zou ik het heel moeilijk mee hebben. En daar werd schande over gesproken op Facebook. Oh, wow, kan je dat zeggen als ouderen? Wow, 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 wow. Ja, onderzoek heeft uitgewezen... dat mensen met een homoseksuele levensstijl... die leven 20 à 30 jaar korter. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij als ouder het niet leuk vindt... als je zo'n bericht krijgt van je kind... omdat je dan weet dat je kind 20 à 30 jaar minder oud wordt... Kijk, als je kind zegt van uh, ik, ga be, ik heb besloten om te gaan ketting roken. En er zijn heel veel ouders die hebben het daar ook moeilijk mee. Maar ketting roken dat is niet zo schadelijk voor je levensdure dingesbeleving, lichamelijke kwaliteit als homoseksueel gedrag. Is gebleken uit onderzoek. Hetzelfde geldt ook voor uh, transgenders. Mensen met uh, transgender kwalificaties. Onder die groep is het de hoeveelheid zelfmoord voorvallen, gevallen. Dat is enorm. En dan zijn er mensen en die grijpen dat aan door te zeggen, ja, zie je wel, en dat die, die transgender zelfmoord plegen, dat komt omdat ze niet geaccepteerd worden door de maatschappij. Ja, dat is even lekker ver gezocht. Wat nou als het er helemaal niks mee te maken heeft? Ik heb zo'n transgender op bezoek gehad, samen met een kennis van hem. Of van, wij hadden ze, uh, ik kende hem niet. Ik kende dus iemand en, en die kende hem. En die zei, nou, dan komen een keer met z'n tweeën bij jou op bezoek, maar je moet wel een nekjes uh, haar zeggen tegen hem. Want uh, zij heet, uh, nou, we zullen zeggen Kim, zullen we maar zeggen. Kim en uh, vroeger heette hij Wim, zoiets. Ja, er kwam die, die gozer. Ja, hij had netjes een jurkje aan en uh, oorbelletjes in. En, uh, ja, het was wel een keer al met oorbellen. En ik heb mij die middag en avond wel uh, vier keer versproken. En dan kreeg ik zo'n por van die uh, gemeenschappelijke kennis van, denk er toch een beetje om. het is dus wel hij hoor. Ja, dat is weer een nieuw spelletje dan. En geloof me dat dit allemaal samenhangt. Ja, Zo'n transgender, transseksuele. Uh, trans huppeltje agenda. hangt samen met al die andere dingen die je ziet gebeuren. Ze trekken het uh, hele spectrum. Aan wanstaltigheid open. Op alle fronten krijgen we er van langs. En we accepteren het. Dat is het grote punt. We accepteren het en denken dat als we het maar accepteren dat het dan vanzelf uh, beter gaat. En wij snappen niet dat mensen die beweren dat ze, alhoewel ze een X- en een Y-chromosoom hebben... dat ze toch beweren dat ze XX zijn. De, met die mensen is iets aan de hand. Die zijn geestelijk niet fris. Er is wat gebeurd. En dat is niet normaal. Ik heb zo'n discussie gevolgd van Martin Vrijland. En die zegt van ja, maar wat nou als het gaat om mensen die twee soorten DNA hebben? Want dat kan hè? Dan heb je van, eigenlijk van twee personen heb je het DNA. Dan ben je een soort uh, Siamese tweeling in één lichaam. Dat heet chimere. Dan heb je twee DNA-profielen. En dan zou je dus. Uh, en dat kan dan, dat is ook geconstateerd. Dan heb je dus. En voor een deel ben je XX, dus vrouwelijk. En voor een deel ben je XY, dus mannelijk. Dus je bent dat allebei. Ja, dat, dat, dat geloof ik wel. Dat, dat komt voor. Maar dat is heel weinig. Het 1 op de 4.500 of zo. En Martin Vrijland die speculeert dan van ja, maar wat nou als het heel erg toegenomen is de laatste tijd. Dat het gestegen is lalalala, en dat daarom dus uh, nu zo'n uh, LHBTI -T agenda is. Dus uh, lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transseksueel, travestiet en interseksen. Maar dat is. Ja, dat Martin, zegt, Martin Vrijland zegt dan. Ja, dat, ja, ik weet het niet, maar het zou kunnen. Ja, en ik zeg dan. Het zou kunnen dat het gewoon helemaal niet zo is. En dat we hier te maken hebben met. Uh, een, ja, het. Mensen de gelegenheid geven om ergens heel erg ingewikkeld over te gaan lopen doen. En op die manier krijgen ze heel veel aandacht. En dus doet iedereen mee. Want dan zijn ze bijzonder. Ik heb een stuk gezien van een Amerikaanse psychiater die heel veel gewerkt heeft met mensen... die beweerden dat ze in het verkeerde lichaam geboren waren. En het overgrote deel van die mensen... die hebben dat hele idee laten varen... nadat ze ja, een aantal gesprekken hadden gehad. En dan... Zo'n therapeutisch gesprek gaat er niet over dat ze iets te horen krijgen, maar juist dat ze iets gaan vertellen. He, dat ze moesten gaan vertellen van wat het dan voor hun betekende dat ze vrouw waren. Wat, wat, he, wat houdt het dan voor je in? Wat, uh, ja, wat kan je nou wel vanuit je vrouwelijke kant en wat kan je nou niet vanuit je mannelijke kant? He, waarom is het uh, niet aantrekkelijk voor jou om. Je te manifesteren als man, en waarom wil je dat per se als vrouw doen? Uh, wat voor nieuwe mogelijkheden krijg je dan? Wat gaat er toevoegen aan je leven om als vrouw gezien te worden? Huh? Nou, dan moeten mensen daarover gaan nadenken en dan komen ze tot de conclusie dat ze. Dat wat ze willen van hun eigen leven, dat ze dat net zo goed kunnen doen met het lichaam wat ze op dat moment hebben. En dat er helemaal geen geslachtsoperatie nodig is. Het enige dat nodig is, is dat zij gaan doen wat ze willen dat ze gaan doen. Ze moeten een doel hebben in hun leven. En iets willen gaan willen. En dat doel ga je bereiken. Met het lichaam dat je hebt. Ja, dus stel je bent uh, heel kort iemand, uh, met 1,65 meter of zo, en toch wil je een carrière maken in de basketbaltoestand. Uh, nou, dus in principe is dat een, natuurlijk een onhaalbare kaart. Maar niet onmogelijk. Daar moet je even creatief over gaan nadenken over hoe je als uh, klein persoontje iets gaat kunnen voorstellen in het basketbal gebeuren maar... Kijk, ieder nadeel heeft ook weer zijn voordeel zei Johan Kruif. En een geslachtsoperatie dat klinkt heel mooi, zo'n geslachtsveranderende operatie uh, praktisch gesproken is het een uh, ja, is het een castratie? Een, een, een net uitgevoerde, keurig uitgevoerde castratie. En meer niet. En waarom zou je dat willen? Ja, dat is de, de gekkigheid die om zich heen gaat. Dit merk ik dan ook bij die scheiding die ik heb meegemaakt. Hoe, hoe mensen... Dan helemaal niet kijken naar de rol van de moeder. Want alles wat de moeder doet: dat is in principe goed. Dat is heel bijzonder. En als ik dan... Ik ben daar enorm gefrustreerd over geweest. Nou, niet meer hoor. Ik heb dat, is, uh, dat is keurig op een rijtje en alles. Morgen komt mijn dochter weer eten. Oh man, we gaan iets lekkers maken. Ik heb uh, paprika gehaald. Ah, ik, ik, ik vind het toch leuk om erover te praten. Wat ik morgen ga maken... Het is best heel simpel. Hè? Ik heb zo'n zakje currykruiden... Gekocht bij de toko. De Chinese toko hier in Arnhem. Dat is een zakje van 60 cent. Ja, dat, dat kost helemaal niks. Hè? Nou, wat doe ik nou? Wat? Ik, uh, ik ga een paar uien. Een à twee uien. Die ga ik aanbraden in de pan. En ik doe dat dan vlak voordat mijn dochter komt. Ja, ik ben ook niet gek. Dat als zij de deur open doet, die er naar binnen komt, hè, dat ze dus die lucht van gebakken uien ruikt. En dat ruikt heel lekker. Zelfs al hou je niet van uien, de lucht van gebakken uien, dat ruikt lekker. Ja, dat is een trucje. En dan ga ik lekker de, de paprika ga ik erbij uh, bakken, tot die paprika lekker uh, helemaal gaar is. Die pasta gaat erbij. Ik heb een hele grote soms een pak met kokosmelk heb ik gehaald. Heb ik al een deel van gebruikt voor een eigen ding. En dan doe ik er lekker scheut kokosmelk bij. En dan is het eigenlijk zo'n beetje klaar. Misschien een wat knoflook, dan mag zij kiezen. Knoflook kan je ook op het laatste erin doen, dat maakt niet zoveel uit. Hè? En daar eten we gekookte rijst bij. En dan gaat erin, dat is helemaal lachen, uh, koolvis. Dat is die allergoedkoopste vis van de Albert de Gein. Dat is 1,80 euro. En dan heb je 400 gram koolvis. Dat is veel hoor. Dat is een vis met bijna geen smaak. Maar dat maakt niet uit. Die, die uien en die paprika. Oh ja, en ik heb nog wat Spaanse pepers. Die heb ik er ook liggen. Mijn dochter houdt wel van een beetje pittig. Die gaan er ook allemaal in. En die currymeuk natuurlijk, die pasta. Jongen. Misschien dat ik nog iets van aardappel. Dan moet ik even kijken. Of ik dan misschien een aardappeltje erbij doe om het te binden. Dat is een beetje bindmiddel. Dat is wel lekker. hè. Je kan natuurlijk ook aardappelsetmeel gebruiken. Dat is een, uh, een, 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 een doosje. Ik een... hey, kijk wel even. Een hele simpele truc is om een aardappel te schillen en dan door een rasp heen te halen. En dan die geraspte aardappel. En dan kook je dat tien minuten mee en dan bindt hij ook helemaal alles op hè? Dat kan ook. Nou, Kijk wel even. En dan rijst erbij. En dan lekker allebei een kommetje, een lepeltje. En dan gaan we lekker op de bank zitten en een beetje kletsen. Amen. We hebben het overleefd. Dat is het belangrijkste. We hebben het overleefd en we kunnen terugkijken op een periode waarin heel erg veel gebeurd is, ook hele verschrikkelijke dingen. En er is een hele hoop gebeurd. Ook hele leuke dingen. Ja. En kijkend naar de maatschappij, hoe die dus reageert op zo'n situatie met een, met een vrouw die ja, alle tekenen vertoont van ja, hysterie. En mensen halen hun neus op van... Ach ja, het is, het is een vrouw. Oh, dat bedoel ik toch goed. Nee, dat is helemaal niet zo. Nou, je voelt hem maar wel. Deel 2 komt er wel aan. Hè? Ik heb het nog helemaal niet gehad over waar ik het over wilde hebben, namelijk. Maar dat komt wel. Want we hebben geen haast. Het, uh, met zo'n mooie titel heb je altijd een leuke aanzending. Vind je niet? Nou... En op zijn Hamburg zeg ik dan tegen jullie: tjus! En dag lieverds.